bij de Shabby Salon. Het is wel weer eens tijd, hè? De kappers zijn nog steeds dicht. Dit is wel overigens dezelfde kast waar ik Dirk ook mee heb geperst. Maakt niet uit, toch? We hadden toch afgesproken dat ik het gewoon ging proberen. Misschien is de vriendschap daarna over mij. Ga het gewoon proberen. Maar? Wat maar? Nou, er voelt een maar. Er gaat nog iets gebeuren. Rosalie is claimer me hier. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns again. Dangerous. Yeah, they graduated from Cambridge. Yeah, money talks and everything. Snotje. Oh, is het zieke oud, zeg. Ja. Kan ook wel een shabby saloontje gebruiken. Kun je ook wel shabby saloonen? Nee. Welkom in de shabby. De aanvragen stromen binnen. Giesbert heeft zich aangemeld bij mij in de Shabby Salon. Heel vrijwillig. Heel vrijwillig. Het is wel weer eens tijd, hè. De kappers zijn nog steeds dicht. Mijn moeder heeft laatst bijgeknipt. Oh, dat heeft ze nog best goed gedaan. Ja. Het is dus al voortreffelijk geknipt door Giesbert's moeder. Dus vandaag is het tijd voor Lukje Ver. Ik heb het in een verleden heb ik het al wel een keer goed geblondeerd bij jou. Ja. Ik denk dat we dat vandaag ook gewoon zoiets gaan doen. Maar? Wat maar? Nou, er voelt een maar. Er gaat nog iets gebeuren. Fucking hell! Hoezo? Ja, wel. Je zegt het op zo'n manier dat er nog iets gaat gebeuren. Nee. We hadden toch afgesproken dat ik het gewoon ging blonderen. Okay, dat is goed. Ik heb een goede batch Oreo blond gehaald. Heerlijk. Ik dacht ik doe 2 pakketjes. Ik ga hem nu echt wit maken in plaats van geel. Geel. Ja, ik dacht echt gewoon echt wit. Let's do it. Let's do it. Oh, je hebt vriendenshirt aan. Ja. Heb jij een vriendinnenshirt niet aan dan? Nee. Lullig. Ja. Welkom bij de Shabby Salon. Ben je er klaar voor? Ik ben klaar voor. Ik kom straks terug als een hele mooie vlinder. Ja. Lekker spa-verwendmiddagje. Oh, kan je ook nog een maskertje opdoen? Wil je dat? Ja, laten we dan een vol pakket gaan, toch? Ja. Het is anti-aging. Kan ik wel gebruiken. Let op, hoor. Oeh. Oeh. Dit wordt genieten. Voel je je al jonger worden? Ja, het is wel lekker. Ja, hè? Ja. Oké, even kijken. Dat was stap 1. We hebben hier stap 2. Ik had wel trouwens echt een professionele haarkwast. Oh, wauw. Ja, die had ik gekocht. Wacht, die ga ik halen. Doe eens gek, ja. Ja, ja. Dit is wel overigens dezelfde kwast waar ik Dirk ook mee heb geverfd. Maakt niet uit, toch? Ben je er klaar voor? Ja, laat me komen. Laat me komen. Daar gaan we. Alsof ik de muur aan het witten ben. Ik vind het toch altijd wel echt lekker om te doen. Haarverven. Ja, misschien moet ik me toch echt overwegen. Omlaat scholen, ja. Ik wou dus ook wel echt vroeger, toen ik klein was, ook altijd kappertje worden. Ja? Ja, kappertje. Dat klinkt ook zo neerbuigend. Saloneigenaar bedoel ik eigenlijk. Ik ben alweer bijna door het hele papje heen. Dat meen je niet. Dat meen je niet. No god for game, je moet er een naaien bij komen. Ja, ik denk het. Ik weet niet wat je zei, maar ik denk het. Tot zover, hoe voel je je? Het begint al een beetje te prikken. Oh, prikken? Ja, prikt een beetje. Oh, ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik vind het wel lekker. Ja, jawel hoor. Je ziet al wel wat hoor. Ja? There is something going on hier. Heerlijk. Heerlijk. Ik denk dat we een tweede papje erbij aan gaan maken. Moet ik even zeiken. Oh. Wat Giesbert nog niet weet, is dat ik een extra haarverfproduct heb gekocht. In de kleur roze. En ik denk dat als ik dit straks ga uitspoelen, dan doe ik alsof ik de after shampoo, de zilvertoon shampoo erin smeer. Maar dan heb ik dus roze haarverf. Ik ben heel benieuwd of hij dat leuk vindt. Misschien is de vriendschap daarna over, maar we gaan het gewoon proberen. Nou, het voordeel wel van dat we het nu doen, dat is dat het toch lockdown is. Dus als het echt heel lelijk wordt, is toch niemand die het ziet. Nee. Hè? Niemand. Nee, want ik ga gewoon naar mijn werk nog. Ja, maar ook gewoon kinderen rondlopen. Dat is wel leuk om te vertellen, maar Giesbert werkt op een middelbare school. Hoe heet de school? Stichtse Vrijschool. Stichtse Vrijschool uit Joren! Hey! Kinders die zitten te kijken, comment even. Voor meester Giesbert. Conciërge Giesbert, hè? Meester Conciërge Giesbert? Gewoon conciërge. Oh, conciërge mogen ze je dan noemen? Ja, iedereen zegt gewoon Gies of Hargit of Kerstman of mondkapjesman. Mondkapjesman. Ja. Omdat jij ze de hele tijd verplicht dat ze mondkapje op moeten. Ja. Zoveel ingesmeerd. Als dit niet blond wordt. Nou, we kunnen het inpakken met aluminiumfolie. Dit is hoe de professionele kappers het ook altijd doen. Ik ben nu een beetje zo'n Illuminati-gekje, weet je wel. Ja. Ze kunnen mijn hersengolven nu niet lezen. Ik voel me ook een beetje robotachtig met een gouden snoetje. Ja, maar misschien moeten we dat er ook bij ons overhalen. Ja. Er zit ook zo'n vaatdoekje die al een week lang op aardig ligt, of niet? Ja? Is dat niet goed? Zo'n opgedroogd doekje die je dan weer nat maakt. Jeetje joh! Zie jij er goed uit? Oh, ik voel me weer herboren. Ben je goed opgeknapt? Ja. We moeten dit nu even een uur laten intrekken, zodat Prodent Coop echt zijn werk gaat doen. En dan hopen we dat het straks porno blond is. Toch? Ja.
Heb je er nog vertrouwen in? Zeker. Oké. Kiesbord. Ja. Denk je dat het klaar is? Denk je dat het tijd is? Ik denk dat het tijd is. Oké, okay, ja. Zullen we even kijken hoe het er onder de aluminiumfolie uitziet? Doe jij het moment supreme? Is het wit? Het is wel echt wit hoor. Jij kan het niet zien, hè? Ik zie niks. Ik wil het ook niet zien. Misschien moet ik wachten tot... Ja, ga je helemaal niet meer tot kijken? Tot reveal. Oké. Okay, we gaan het even heel professioneel hier in de grootste gaan we dit uitvullen. Als het te heet wordt, moet je het zeggen, hè? Oh, is heerlijk. Ja, is het heerlijk? Oké, okay, we doen nu even die zilver shampoo doen. Oké. Okay. Oh ja, dit moet 15 tot 20 minuten intrekken. 15 tot 20 minuten? Ja, anders wordt die zilvertoon natuurlijk niet getoond. Even de voorkant nog een beetje goed innoceren, dus een beetje omhoog. Ja, nu wordt het straks echt heel blond hoor. Dan heb je te lachen. Nee. Je bent iets anders dan. Nee, fucking hell. Ik zie in één keer hier iets vallen. Ik denk, what the fuck is dit? Ik denk, what the fuck? Het komt allemaal goed. Oh God. Oh. Kom eens even red. 15 tot 20 minuten intrekken. Ik weet al wat fucking lang die zilver troep. Ik ben erin geluisterd. Nee, joh, valt reuze mee. Maar zit al in, ik ga niet meer terug. Maar is dit zo'n kleur die na een aantal keer wassen eruit gaat? Misschien. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Oh ja. Wat vind je ervan? Ja, fucking vet. Oh, je vindt het zo vet. Ja. Als we ervoor gaan, gaan we ervoor, toch? That's the spirit. Ben je nu kwaad of niet? Nee. Nee? Nee, want ik pak je wel weer een keer terug. Oh, dat is niet de afspraak. Ik had wel verwacht dat er nog even een iets zou gebeuren. Want ja? Ik zag dan het gniffelende kopje van jou. Maar... Wat maar? Nou, er voelt een maar. Er gaat nog iets gebeuren. Nou, laten we nog even 15 minuten intrekken, zodat het echt goed roze is. Ja. En de beauty reveal. Ja? Ja. Oké, okay, draaien. Oké, okay. Ben je klaar voor? Ja. Holy shit. Wow. Het is echt... Wow. Het is gewoon echt een kleur. Holy shit. Je lijkt een beetje op je moeder. Zal ik mijn moeder facetimen? Ja. Ik zal er ook wel even ondertiteling bij geven. Ja. Doe. Nou, goeie. Rosalie is klaar, mami, hier. Ach, jezus, wat heeft ze er nou met me? Nou, ja, ben je met de kleren voor? Dat is geen pompoen. Rosalie zou dat ik nou op mijn liekie. Het is roze. Zit er een rode bietenkleur, die heb ik niet. Nou, dat vindt dan mooi, mam. De Rosalie is niet best. Dat lijkt nergens op. Je bent geen goede kapper. Ik zei wel, misschien wil jij volgende keer ook wel bij de Shabby Salon. Nee. Maar vindt men het net mooi? Afschuwelijk. Nou, groeten, beste. Hoi, bedankt. Hoi. Joehoe. Waarom heb je nou een capuchon op? Nou, het is gewoon met deze rode trui is het een beetje heftig. Ik had echt eerlijk niet verwacht dat het zo ik vind het, ook wel best wel, denk ik, wel vet. Maar ik vind het heel vet. Ben je blij? Ja, stiekem wel. Ja, stiekem wel, toch? Zou je nog een keer mijn dienst aanbevelen aan iemand? Ja, ja. Ik wil heel graag dat mijn moeder de volgende keer dan... Ik hoop ook. Ik hoop ook dat Anneke bij de Shabby Salon. En dan kan ik facetimen en zeggen... No, ik ben boren! Ik vond het een machtig mooi avontuur. Ik hoop dat jij ook blij bent. Ja. Als jullie het nou superleuk vinden, like het dan even. En laat in de comment weten wat ik de volgende keer moet doen in de Shabby Salon. Misschien gaan we dan wel een millimeter een leuk patroontje, een panterprintje op je hoofd. Oh my god, ja, dat is wel echt heel vet. Maar hey, like dan. Like en subscribe. En volgende week ben ik er gewoon weer. Joejoe! Joejoe!